Wat er is gebeurd, is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. Ondanks de state-of-the-art beveiliging van de kunsthal zijn 7 topwerken uit de tentoonstelling Avant-Gardes gestolen. Te weten werk van Picasso, Matisse, Lucien Freud, Meyer de Haan, Gauguin en 2 werken van Monet. Dit zijn unieke werken die al eerder over de hele wereld tentoongesteld zijn, goed gedocumenteerd zijn en nu voor het eerst bij elkaar te zien waren. Ze hebben ook alles bij zich ook. Ja. Ja. 20 jaar bestaat de kunsthal nu en dit is een unieke collectie die we over de vloer hebben. Maar we hebben vele andere unieke collecties over de vloer gehad. En tot nu toe is het altijd gegaan zoals het goed gegaan. En zo gaat het ook bij andere musea. U moet zich realiseren dat er wat je ook doet, 100% beveiliging is niet mogelijk.